Kees van der Spek, die net met emotie naar de persconferentie heeft gekeken. Meneer van der Spek, goedenavond vanuit het buitenland. Hoe heeft u zitten kijken? Ja, verbijsterd. Wij zijn hier op reportage. Ik zit hier met een cameraman die al sinds 1996 samen met mij voor Peter werkt. En we zitten eigenlijk alleen maar elkaar aan te staren. Maar verbijstering, Peter R. de Vries is natuurlijk wel altijd bedreigd. En dit is het Nederland waarin wij kennelijk leven nu. Ja, dat was wel hoe het vak in elkaar zat volgens hem. Maar ik wil toch even kijken, als ik in de geest van Peter, dat klinkt natuurlijk alsof hij overleden is, dat weten we helemaal niet. We hopen natuurlijk dat het niet zo is. Maar Peter zou ook, als er zo een misdrijf werd gepleegd, als eerste aan de nabestaanden denken. Dus dat wil ik toch even memoreren. Ja. We gaan naar de misdaadverslaggever hier aan tafel, Jelle Tieleman. Dankjewel, Kees van der Spek. Ja, dit is een aanslagwoord, het Grapperhaus-woorden, het Rutte zeggen, een aanslag op de journalistiek. Hoe voel jij dit persoonlijk? Ja, het is afschuwelijk. Ik kan er eigenlijk al de hele avond geen woorden voor verzinnen. Het is echt afschuwelijk. Het is ook eigenlijk helemaal niet voor te stellen dat hem dat kan overkomen. We kennen hem al zo lang. Zo'n bekend iemand, zo hard opkomend voor de dingen die hij belangrijk vindt. Ik heb er eigenlijk de woorden niet voor. Kees van der Spek, we hoorden ook Grapperhaus praten over de impact van het land. Jij die 17 jaar met hem hebt samengewerkt. Hoe kwam dit bij jou binnen? Valt dat onder woorden te brengen? Nou, eigenlijk niet. Ik ben in het buitenland en we waren net met een undercover actie bezig, zoals we dat zo vaak bij Peter hebben gedaan, tot opeens mijn hele telefoon volstroomde. Ik allerlei belletjes kreeg en we hebben meteen alles afgebroken. En ja, wat ik zeg, we zitten hier in het hotel en volkomen verslagen zijn we. Ja. Was hij op zichzelf wel op zijn hoede? Keek hij Sorry. Uit? Hij is natuurlijk gewoon bij daglicht neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Maar was hij op zichzelf vaak op zijn hoede? Merkte je dat? Nee, volgens mij niet. Hij was daar vrij relaxed in, volgens mij. We hebben het daar ook niet zo heel vaak over gehad. Peter is wel eens in het verleden beveiligd als er een situatie was. Ik weet wel dat hij zich regelmatig ook opwond over het feit dat hem dan niet werd verteld uit welke hoek het kwam, maar dat hij wel moest oppassen. Ja, daar heb je toen niet zoveel aan. Nee. Maar verder leefde die daar volgens mij niet iedere dag mee met die angst. Ja, Gerald Roethoff, jij hebt nog